Door de coronacrisis is het nog steeds veel rustiger op de weg en in het openbaar vervoer. Daardoor lijken de crisissen op het gebied van mobiliteit ook verdwenen. Maar de klimaatproblemen en het ruimtegebrek door verstedelijking zijn zeker niet weg. Juist nu is het noodzakelijk dat vervoerders en vervoersautoriteiten kansen pakken en aan de slag gaan met de verduurzaming van het OV-systeem. Hoe je dat doet, hoe je ervoor zorgt dat mensen de auto laten staan en in het OV stappen en hoe je al die ambities nu financiert, daarover gaan we in gesprek tijdens het OV-congres op 30 juni en 1 juli. Registreer je nu dus snel, gratis, voor dit evenement. Tot dan!